Ellen uit Oprakel is een van de mensen die vorig jaar startte als ondernemer. In september begon ze met haar bedrijf Tartifeit. Ik wou heel graag van mijn passie mijn beroep maken, namelijk taarten. Ik heb een foodtruck voor bedrijfsevenementen, voor feesten. En ik maak ook taarten en gebak op bestelling. Al een paar jaar stijgt het aantal startende ondernemers in Oost-Vlaanderen. Maar 2021 was een echt topjaar. Meer dan 16.000 mensen zijn hun eigen zaak gestart. Als we die cijfers vergelijken met 2020, zien we dat dat een stijging is van meer dan 10%. In Vlaanderen zien we een stijging van rond de 8-9% van de starters. Dus we zijn daarin op Vlaams niveau de tweede beste leerling van de klas. Juist Antwerpen moeten we laten voorgaan. Maar daar werken we aan natuurlijk, hè. Opmerkelijk is dat er zoveel starters zijn in een coronajaar. Maar uit een bevraging van Unizo blijkt dat de coronacrisis voor de helft van de starters geen invloed had op hun beslissing. 15% zag de coronacrisis zelfs als een opportuniteit. Dat heeft mij eigenlijk absoluut niet tegengehouden, zeker omdat corona al een heel eindje aan de gang was. Met mijn foodtruck kan ik eigenlijk overal naartoe en kan ik ook buiten evenementen doen. Dus eigenlijk heeft mij dat tot hiertoe ook nog niet belemmerd om te doen wat ik doe. In Oost-Vlaanderen is Gent de populairste stad voor beginnende ondernemers. Vorig jaar waren er bijna 8000 starters. We zien dat bijna de helft van alle starters in Oost-Vlaanderen uit de regio van Gent komt. En daarin laat Gent eigenlijk de andere regio's, Sint-Niklaas, Aalst, Oudenaarde en Dendermonde, ver achter zich. Een sluitende verklaring hebben we daar niet voor. Waarschijnlijk is het ook weer een combinatie van factoren. De haven, de aanwezigheid van de universiteit, een bruisende start-up community en het feit dat Gent als hoofdstad toch wel de meeste inwoners telt van alle steden in Oost-Vlaanderen. Al die zaken samen zullen wel maken dat Gent een van de meest aantrekkelijke steden is om te starten in Oost-Vlaanderen.